Breda Nu. Het nieuwe laarzenpad in Breda is vandaag geopend. De vereniging Markdal heeft het initiatief genomen voor de aanleg van een nieuwe wandelverbinding tussen het Ulvehoutse Bos en het Mastbos. De opening stond in het teken van de Dag van de Zorg. Ik vind het prachtig dat zoveel mensen uit de omgeving van Ulvehout, de omgeving van het Markdal, zo goed met de natuur omgaan en ervoor zorgen dat we het op de goede manier gebruiken. Dus door dit laarzenpad kunnen mensen door het mooie gebied heen lopen, wordt het Ulvehoutse Bos en het Mastbos eigenlijk aan elkaar gemaakt. En toch hebben we respect voor de vogels die nu aan het broeden zijn. Die laten we met rust, daar lopen we omheen. Dus ja, fantastisch dat het er is. Maar vooral dat zoveel mensen zich hiervoor inzetten. Nou, we hebben hier net op een hele mooie zonnige dag, de Dag van de Zorg, hebben wij het Laarzenpad geopend hier in Ulvehout. Een prachtig pad, 1,5 kilometer lang. Echt bedoeld voor mensen die lekker met de laarzen door de weilanden willen lopen. Daar is het echt voor bedoeld. Dus lekker erop uit. Wat we allemaal graag willen in deze tijd van het jaar. En de vereniging Markdal maakt dat mogelijk samen met de gemeente Breda om dit pad nu open te stellen. Ja, de gemeente Breda is heel goed met de vereniging in gesprek. Want het is natuurlijk, we willen graag een stad in het park zijn. Dat zeggen we altijd. En we hebben heel veel groen om heel trots op te zijn. Maar vooral ook heel zuinig op te zijn. Dus samen met de vereniging maken we plannen. Maar we laten het ook echt wel aan de vereniging zelf. Om te kijken wat willen ze precies in het gebied en wat kan er. Dus de gemeente, Staatsbosbeheer en de bewoners doen dat eigenlijk samen. Goedemorgen allemaal. Wat fijn op deze zonnige, mooie Dag van de Zorg, hè, dat we hier samen zijn. Heel fijn. En eigenlijk is dit pad daar een hele mooie symboliek voor. Want het ontzorgt niet alleen de zorg. Hè. We hopen dat er vandaag heel veel mensen uit de zorg dit pad gaan lopen en ook de dagen erna. Maar het ontzorgt ook het broedseizoen. Want het broedseizoen is begonnen. Dus de vogels zijn ook bezig en de dieren zijn ook bezig met het zorgen voor hun nageslacht. En dat broedseizoen moeten wij niet verstoren. Wat we willen met die laarzenpaden is om mensen van de natuur te laten genieten op een vrij simpele manier. Dus niet al te veel vorm eraan te geven. Maar ook om de natuur zoveel mogelijk zichzelf te laten zijn. Zodat mensen dat ook echt heel erg beleven. En daar past dan bij dat je er doorheen loopt met je laarzen aan. Maar niet dat je de spullen in laat liggen. Of dat je er gaat barbecuen. Of dat je er feestjes in gaat vieren. Dat past daar niet bij. Dus dat laarzenpad is echt de natuurbeleving. En het mooie is ook wel van vandaag, het is vandaag de Dag van de Verpleging. Het is bewust vandaag ook geopend, ook met de gedachte van wandelen maakt je hoofd leeg, dat ontzorgt. En laten we, hè, daar genieten wij nu van, maar ik hoop ook vooral dat al die mensen die hard werken in de zorg ook in hun vrije uurtjes lekker gaan wandelen in de natuur en hun hoofd leeg kunnen maken. Dus dat is eigenlijk, ja, 1 en 1 is 2 vandaag. Ik krijg de indruk dat iedereen hier vanochtend wel eens heel blij is met het Laarzenpad. We gaan het zien. We hebben het ook speciaal vandaag, de Dag van de Zorg, geopend voor mensen uit de zorg. Dat ze ook kunnen gaan wandelen. Dat mogen ze hierna natuurlijk ook blijven doen. En het vakantieseizoen komt eraan. Dus we willen mensen ook echt een alternatief bieden van de parken in de stad. Zodat ze ook eens even hier kunnen wandelen. En we gaan ervan uit dat het echt wel een succes wordt. Want het ziet er natuurlijk prachtig uit. En mensen vinden dit ook heel leuk om te doen. Dus dan laten we nog weten hoe succesvol het is. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ja? Ja. Oeh! Wow. Hey. Geopend. Breda Nu.